Alexander van Petten, directielid van de Surinaamse Bank NV, is op de algemene ledenvergadering van de Surinaamse Bankiersvereniging herkozen als voorzitter. Het resterend bestuur bestaande uit Terence Kunish als ondervoorzitter, Eblein Franchi als secretaris en Maureen Bajuri als penningmeester, respectievelijk directieleden van Surichange Bank NV, Finabank NV en Trustbank Amana, zijn bij acclamatie ook herkozen. Van Petten dankte de leden voor het mandaat dat wederom gegeven is aan het nieuw bestuur. De gekozen voorzitter sprak zijn waardering en dank uit aan de leden voor de verleende ondersteuning en de participatie in de afgelopen bestuursperiode. Van het bestuur mag voortzetting van de positieve inbreng met dezelfde toewijding worden verwacht. Er zal verder invulling worden gegeven aan de reeds gestelde en nieuw gepresenteerde strategische doelen, waaronder verbetering van de positie van de bankensector door meer samen te werken en een eenduidiger beleid naar de klant te hebben. Meer aandacht te hebben voor duurzaamheid, verbetering van de financiële inclusiviteit door de drempel naar blank opnieuw. Verbetering van de financiële inclusiviteit door de drempel naar banken te verlagen en het verbeteren van het betaallandschap. De herkozen voorzitter deelde mee dat er binnenkort een strategisch beleidsplan zal worden voorbereid dat moet resulteren in bewerkstelliging van eerder genoemde verbeteringen.